De nieuwe glijbaan is in de zomer van 2017 geplaatst. Toen is ook rondom het Peuterbad een sprookjesdecor gemaakt. Daar komt straks opnieuw iets nieuws bij. Er komt een interactieve leeuw voor de allerkleintjes. Zodat ze veel licht- en geluidfragmentjes kunnen meemaken in het zwembad. Buiten komt er nog een airtrampoline. Die zal in het voorjaar geplaatst worden. Dat zal eind maart, begin april geplaatst worden. Ook komen er in Zwembad Dolfijn losse objecten waarmee je kunt spelen. Onder meer in het sportbad. We krijgen nog een splashwand. Dat is een muur waar je ook tegen elkaar speelt. En de verliezer krijgt dan water over zich heen. Dus dat is ook een leuke toevoeging. En als laatste in het wedstrijdbad krijgen we nog een eigen stormbaan. En dan is er nog de entree van het zwembad. Hier hangen 4 beeldschermen met spelletjes. Onder de televisie komt een soort memoriespel te hangen. De nieuwe investeringen worden betaald met geld van de gemeente Maassluis. Namens het zwembad wil ik wel de gemeente Maassluis bedanken. Voor de investeringen die ze elke keer doen in het zwembad. En ik hoop weer alle bezoekers in het nieuwe jaar te mogen verwelkomen. Zowel de oude als nieuwe bezoekers. Toppie, dat staat erop.